Afgelopen zaterdag heeft u ze kunnen zien. Grote mannen van zo'n 150 kilo die zich in het zweet hebben gewerkt voor de titel van de sterkste man van de wereld. Heeft u ze gemist? Dan hebben wij nog even wat beelden voor u. Hij is maar liefst 2 meter 12 lang en weegt zo'n 150 kilo. En hij is bij ons in de studio de sterkste man van de wereld, Ted van der Parre. Gefeliciteerd nog. Dank je wel. Een Fokker 50 met een gewicht van zo'n 15 ton over een afstand van 25 meter voortrekken. Had je dat wel eens geoefend? Zo'n gewicht had ik nooit geoefend. Het was zo'n immens gewicht. Dat wel eens een keer met een vrachtwagen gedaan, maar dat is toch iets heel iets anders met een vliegtuig. Ja. Het scheelt een paar kilo. Ja, dat lijkt me dan wel spannend. Ja, het was ook een uitdaging hoor. Het was ongeveer 14 of 15 ton en ja, je zit daar en je trekt het ding naar je toe. En het is echt een heel mooi gezicht, zie je dat ding op je afkomen. Je hebt niet gek veel tijd om daarnaar te kijken, maar je bent dus druk bezig met je oefening. Maar het is een immens mooi gezicht, je ziet naar je toe komen en dat is, doe je wel wat. Ja. Ben je altijd zo sterk geweest, als kind ook al? Ja, het zit een klein beetje in de familie hoor. De vader van mijn moeder die was ook vrij groot en vrij sterk. En mijn eigen vader was ook vrij groot en sterk. Dus ja, je neemt het een beetje over van je familie eigenlijk. En heb je als kind wel eens gefantaseerd dat je de sterkste man van de hele wereld zou worden? Nee, dat begon eigenlijk toen de eerste wedstrijd van de sterkste man van de wereld in 1977 was. Dat geloof ik ook voor de eerste keer op tv zag. Dan had je dus... De naam was Dave Warrington en Bill Kersmeijer. En toen op een gegeven moment kreeg je ook Jeff Capes, waar ik nog steeds grote bewondering voor heb. Die zag ik in het beeld. Ja, god, dat is toch ook wel een leuke sport. En dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen eigenlijk. Ja, daar had ik nog geen sportschool in de buurt waar ik toen woonde. En ja, er kwam eigenlijk nog niet veel van in die tijd. Dat kwam pas jaren later dat ik eigenlijk met die sport in aanraking kwam. Ja. Maar je deed eerst wel aan andere sporten? Ja, ook, en dan hardlopen en dan zwemmen heb ik dus wel gedaan. En nog een poosje in Amerikaans voetbal gedaan. Dus ja, ik heb wel wat aan sporten gedaan tussendoor. Maar ja, dat heb ik zeggen, voor mij begon het pas in 1980 eigenlijk pas te lopen dat ik in een sportschool terecht kwam. En dan ging ik zo een keertje gewoon voor de gein eigenlijk met een paar vrienden. En het beviel me en ik zit er nog steeds. Ja, hoe komt het toch dat die krachtsport vaak zo verslavend is? Want het loopt vaak bijna uit de hand. Hè? Mensen die beginnen daaraan en dan moet het iedere dag en meer en breder en sterker. Ja, god, het gaat mij niet om het om breder te worden te zijn. Dat hoeft voor mij echt niet. Maar je wordt er wel sterker van en daar ging het. Voor mij ging het in eerste instantie ging het daarom. En ja, het is zo, je begint ergens aan en je krijgt er een kick van. En ja, dan blijf je daar hangen. En het is iedere keer weer een nieuwe uitdaging als je weer de sportschool binnenstapt of je gaat buiten trainen. Dus, het blijft een uitdaging iedere keer weer en dat is het mooie en het fascinerende van. Vind ik persoonlijk, een ander mens zal een andere idee hebben daarvan. Maar ja, die houden misschien weer van dam of zo, maar ja. Ik heb voor deze sport gekozen. Ja. En dat bevalt me uitstekend. En hoe is de sfeer onderling op die sportschool? Want mensen hebben daar volgens mij ook vaak een beetje vertekend beeld van. Zo van, nou, dus het zullen allemaal halve criminelen zijn, die sterke kerels. Ja, nou, ik kom, kijk, dan ga je echt, ja, dat is echt iets van heel lang geleden eigenlijk was het echt van, ja, als je niet in een sportschool komt, dan ben je tegen die criminele sector zit je een beetje aan te hangen. Maar als je tegenwoordig kijkt wat voor mensen er allemaal komen. Kijk, neem alleen maar het voorbeeld met sterkste man van Nederland. Doet een politieagent doet ermee, een vertegenwoordiger, een keurmeester. En noem maar op, eigenlijk van alle lagen van de bevolking doen
doen aan die sport. En dat is het fijne ervan. Je komt mensen tegen die aardig door hebben gestudeerd. En je komt ook gewoon mensen tegen die niet verder door hebben gestudeerd, maar die gewoon een andere baan erop nabouwen. En dat is leuk. Ja. En geeft het je zelfvertrouwen om zo enorm sterk te zijn in je omgang met mensen? Ja, het geeft je zelfvertrouwen, maar om daar dat uit te buiten, dat vind ik weer heel ver gezocht eigenlijk. Het is natuurlijk, je krijgt erkenning van verschillende mensen omdat je op sportgebied gewoon goed en leuk presteert. Dat geeft je een beetje erkenning. Ja. En dat heb je ook wel nodig. Want anders kom je niet waar je zijn wil eigenlijk. Nee. Er is er ook een aantal mensen aan het werk in de studio. Dus misschien zitten er wel opvolgers van jou tussen. Sportschoolhouder Peter van den Brom. Ben jij een fan van Ted van der Parre? Ja, zeker wel. Ja? Ja ik, zeker met zijn lengte is het wat hij constant weet te presteren. Is dat best wel een... het is ontzettend goed, vind ik ontzettend goed. Oh, die lengte is helemaal niet zo gunstig? Er wordt van een hoop mensen wordt er verwacht dat als je klein bent, dat je sterk bent. Maar ook grote mensen kunnen ontzettend sterk zijn en dat heeft hij zeker bewezen. Ja. En hij heeft nogal wat handicappen. Boomstam tillen, deadlift. Dan moet je, als je wat korter bent, heb je daar toch wel wat voordelen bij. En door zijn immens grote lengte, 2,13 meter, het is nog niet wat, is dat, vind ik een hele opgave. Oh, het is 13 inmiddels al. Hij is centimeter gegroeid door al het trainen. Ja, precies. Misschien. Ja. Ben jij, heb jij zelf ook die ambitie om te beginnen sterkste man van Nederland te worden? Waarom niet? Waarom niet? Ik bedoel, ik zit heel erg onderaan de ladder. Maar daar zijn we allemaal begonnen. En ik heb nog 7 jaar te gaan. Dan zit ik op dezelfde leeftijd als Ted. En dat is nog een hele tijd. Nou, wie weet. Ja. Word je nou vaak gevraagd als mensen horen wat jouw vak is om kunstjes te doen? Zo van til dit is op of doe dat eens voort. Het is ontzettend moeilijk. De mensen willen wel vaak aan je zitten. Ze denken allemaal van, wat is dat allemaal? En ze willen dat voelen en dan is het ontzettend hard natuurlijk, want daar train je voor. En het komt een beetje onwerkelijk over bij een hoop mensen. Kleine kinderen die vragen, goh, mag ik die arm eens een keer zien? Ja. Dat is aan de ene kant leuk, aan de andere kant is het nu wat minder. Goed, ik ga nog even naar Ted toe. Over kunstjes gesproken. Jij doet ook wel eens rare dingen, hè? Ik heb het gevonden in het archief. Even meekijken. Amanda, ik kreeg opeens een plannetje. Je had het er net over treinwagons wegtrekken. Ja. Wat denkt u dat u ons samen op zou kunnen tillen? Ja. Oh. En weet je waar ik nou zo blij om ben? Dat hij niet naar mijn kant overhelt. Ja. Nou, nee, mag het even zo? We worden de eindtune, ik ga zwaaien. Waar? Hier. Ja, wat je trouwens niet wist in die tijd, was dat je niet 2, maar 3 mensen optilde, hè? Want ik was toen in verwachting van mijn jongste zoon. En, dat hoorde ik na afloop van de uitzending pas. Ja, oh, dat heb je wel gehoord na afloop. Ja. Dus het was een extra fantastische prestatie, ja. Word jij nou vaak voor dit soort grapjes gevraagd? Ja, er wordt wel gevraagd, maar in het algemeen doe ik het liever niet. Kijk, het is, je wordt gevraagd voor demonstratie en daar kunnen de mensen kijken wat ik dus te demonstreren heb. En op wedstrijden kunnen ze ook kijken wat ik te doen heb daar. Maar om te zeggen van, je op straat loopt van, joh, til me eens op. Nee, dat gaan we iets te ver. Nee. Alleen op speciale gelegenheden, zoals toen de vorige keer toen ik hier was, is het leuk om te doen. Maar voor de rest, blijf ik gewoon, hou ik het voor in de sportschool of met buiten te trainen gewoon. Ja, maar eerst waren we van plan dat Amanda en ik jou op zouden tillen, maar dat lukte niet. Ja, dat ging niet zo best. Nee. Ik stel me voor dat mensen niet zo snel ruzie met jou maken. Ik kan me zo voorstellen als ik met jou in de bakker sta en je drinkt voort, dat ik denk van, nou ja, laat maar. Ja, maar ik heb toch die opvoeding genoten dat ik dus netjes op mijn beurt kan wachten en dat ik... dus dan, dan krijg je moeilijk ruzie ook aan mij en ik zelf, ik hou er niet zo van. Ik ben een erg rustig mens en ik kan mijn energie goed kwijt op wedstrijden met mijn training, dus dat gaat prima. Ja, krijg je veel vaker reacties als je over straat loopt, want ja, je bent natuurlijk enorm groot en breed. Ja, god, je hoort wel eens wat. En dat is, één keer heb ik heel leuk iets gehoord, hoor. Dat is echt iets voor wat een mopboekje thuis kan horen. Het waren 2 oudere dametjes en die zagen me zo lopen. Het was in Amsterdam. En het was ook bij de Rai, geloof ik, als ik het goed heb. En op een gegeven moment 2 oude dames zien me lopen en die houden me aan en zeggen, zo jongen, te lang in de couveuse gelegen. Kijk, dat zijn dingen die kan ik wel, daar kan ik om lachen, ja. Dat heb je ze even opgetild. Nee, gewoon een gezellig praatje gemaakt met die mensen. Ja, dat was leuk. Ja. Ja. Denk je dat je volgend jaar weer sterkste man van de wereld wordt? Ja, we gaan ervoor. Dus proberen nog een keer die titel naar Nederland te houden. Mits ik niet geblesseerd raak natuurlijk. Kijk, je moet er voor 100% moet je tegenaan. Je moet zorgen dat je 100% blijft.
dat je geen blessures oploopt. En als je geblesseerd heen gaat, dan kan je beter thuis blijven. Want je gaat toch tot het uiterste. En we hebben al een blessure, dan kan je beter thuis blijven. Dus ja, ik moet gewoon goed blijven en goed kunnen trainen. En dan gaan we er weer voor. Doe je dat trouwens iedere dag, dat trainen? Ik ben, nu zit ik dan op, ik heb nou geen wedstrijden in het verschiet. Dus nu train ik 4 dagen in de week en zo'n 2,5 uur per dag. Maar ga ik naar een wedstrijd toe, dan is het toch 6 dagen in de week. En dan ben ik 3 à 4 uur per dag ben ik echt bezig met de sport. Ja. Het zij in de sportschool, of het zij buiten met vrachtwagens trekken, of met boomstammen tillen. Of met hardlopen, of met zwemmen. Oh, je oefent het echt ook door echte vrachtwagens te trekken, ja, niet met gewichten? Nee, niet met gewichten. Kijk, dat is het beste om het gewoon, je pakt maar een vrachtwagen, dat is het beste gewoon. Dan weet je gelijk wat zo'n ding is. Je was gewoon door de stad en hé, hey, er staat er eentje. Nou, ik heb dan gelukkig een kennis die werkt dan bij een transportbedrijf. En dan zeg ik, joh, kan ik zaterdagmiddag hier die wagen hebben van je? Ik zeg, tuurlijk, nou, dan gaan we naar de parkeerplaats toe. Dan gaan we lekker even een beetje trainen op de vrachtwagen. En dan zet je hem in z'n vrij? Of, Ja, gewoon in z'n vrij en dan. Ja. Ik lopen ermee. Trouwens, dat lijkt me nog best risicovol. Want als je wel eens een auto aan moet duwen omdat die niet start of wat dan ook, dan moet je altijd ontzettend uitkijken. Want als hij eenmaal rolt, ja, dan gaat hij door. Ja. Dat ja, maar als je ervoor loopt. Ja, je loopt ervoor en het is, ja, zo'n wagen weegt meestal een tonnetje of 7. Dus als jij stopt, dan stopt hij ook wel op het juiste moment, hoop ik. Ja, nou, ik zal het even afkloppen op ongeverfd hout. Ik hoop dat je het volgend jaar weer haalt de titel. En, ja, we gaan ervoor. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Oké, graag gedaan. Goed. Ja, en wilt u Ted van der Parre nog een keer in actie zien? Dan kan dat vanavond al bij de uitzending van de Survival Run in Beltrum. Op deze zender om 7:03. Het is wel razend knap, maar ik mag er toch graag naar kijken. Leuk, hè? Ja. Ja. I'll be back.